Oké, mensen. Hallo bunkerliefhebbers. Deze vind ik behoorlijk spannend. Ik ben binnen. Zoals jullie zien, overal puin. Ik moet even kijken hoe ik naar beneden kom. Zonder dat ik ook puin meeneem, zeg maar. Even voorzichtig, stap voor stap. Ja, ik ben binnen. Hoa. Gaaf, man. Oh, wat mooi dit. We zijn vandaag in een Kufer 450A. Hier is het dagverblijf. Er zit een laagje modder in. Een beetje viezig. Ik heb per ongeluk mijn goede schoenen aan. Is niet handig, geef ik toe. Dit is het dagverblijf. Daar hangt wat. Hier zijn de ramen dichtgegooid met van die gerijplaten, golfplaten. Best wel groot zo van binnen. Helemaal geen zand, niks. Hier heb het kacheltje gestaan. In het dagverblijf. Ik moet even uitkijken met het stof wat ik uitadem. We gaan naar het nachtverblijf toe. Er loopt hier een soort van kabel door dat ding heen. Oh, wat leuk zeg, dit staat erin. Dat is die deksel van waar die kachel heeft gezeten. Hier met een tekst erop. Zal ik even laten zien wat ik bedoel. Kijk, deze. Die heeft hierin gezeten. En dan de bunkernummer. 5064. Hier een grote buis, altijd even kijken. Kunnen goodies in liggen. We zijn in het nachtverblijf. Oh, wat gaaf hier. Dit wordt wel mijn schoenen schoonmaken. De houten schuif. Dit is waar die heeft gezeten, dat rooster. Wel gaaf voor dit. Die nooduitgang moeten jullie zomaar zien. Ik ga nog wat foto's maken. Kijk nou wat een troep er allemaal in ligt. Jakkes. Maar wel erg mooi. Ik moet echt uitkijken met dat adem ook. Ik maak nog wel wat goede foto's voor jullie. Maar dit is waar ik langs kom en waar ik straks ook nog mijn weg doorheen moet werken. Ik ga nog even wat foto's maken.